De Graafschap treft een top-os, wat een onrustige week heeft gehad. Thean, Van Eyma en Margarita werden tegen Jong Utrecht 4-2 nederlaag buiten de ploeg gehouden. Terwijl met name Margarita en deze Thean toch de beste spelers zijn van dit seizoen. En dan zal je altijd zien dat Thean op aangeven van Margarita al heel snel de 1-0 binnenschiet. Ze halen hun gram. Het is een uiterst vermakelijke wedstrijd. Er gebeurt van alles. Het is al heel snel ook weer 1-1. Goeie goal van Bassar Onal. 3 goals nu in zijn laatste 4 wedstrijden. Hij is echt in vorm. Misschien wel dus op weg naar de play-offs. Büttner, voorzet is niet gevaarlijk. Totdat hij wordt aangeraakt door een verdediger van Topos. Dan komt de thuisploeg goed weg. Büttner nog maar een keer. Deze wedstrijd bestaat alleen maar uit aanvallen. Büttner, goede voorzet. Dit moet toch ook een goal zijn? Devin Haan krijgt hem op zijn scheenbeen. Kijkt er zelf ook even naar. En weet donders goed dat hij deze had moeten maken. Maar er komen nog meer kansen. Brittijn, waarom niet zelf schieten? Hij geeft hem aan Negli, maar die kan er ook niet zoveel meer mee. Het is een wonder dat het 1-1 is bij rust. De Graafschap had al 2-3-1 voor moeten staan. En na rust komt die goal. Nee, weer niet. De Graafschap maakt het zichzelf zo ontzettend moeilijk in deze fase van de wedstrijd. Vergeet de goal te maken, nu weer Negli. En Top Os, dat is best een gevaarlijke ploeg af en toe. Trevor David, 2-1. Als er niet al te best wordt verdedigd, achterin bij de Graafschap. De voorzet niet wordt uitgehaald. Iedereen staat te kijken hoe Trevor David de 2-1 maakt. Negli, dacht hij van deze paas. Concentratie is helemaal weg bij de Graafschap. Margarita, die kan geweldig voetballen. Wat een bal. En hij wordt met fluwelen handschoenen behandeld door Justin Mathieu. Maar wat een assist van Margarita. En de Graafschap dan opeens met 3-1 achter. Terwijl het dus zoveel kansen had gehad. Zelf met 4-1 voor had moeten staan. Maar ze geven niet op, de superboeren. Negli. Nou, veel kansen voor hem. Nu dus wel een goal. En een goede ook. Met een soort karate kick. Je komt ogen tekort in dit duel. Het is een genot om naar te kijken, want het wordt ook nog 3-3. Mees Kaandorp die je maakt. Het is de 6e en laatste goal van dit duel. De Graafschap had moeten winnen. Maar Topos haalt het maximale eruit. Allebei naar huis met een puntje. Voor de Graafschap is dat in de strijd om de play-offs best vervelend.